Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wel wat wolken over Nederland, maar er zitten ook brede gaten tussen. En de wolken trekken vrij snel en dat betekent een wisselend beeld, maar wel met veel zon tussendoor. In de ochtend al vlot temperaturen tegen de 20 graden aan, met weinig wind uit een oost- tot zuidoostelijke richting. Ook vanmiddag is de wind zwak, de zon schijnt geregeld, het blijft vrijwel overal droog. En de temperatuur loopt verder op naar 20 tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond blijven we opklaringen houden, blijft het ook droog met temperaturen lang boven de 20 graden. Uiteindelijk zakt het kwik er natuurlijk wel langzaam onder. Dan gaan we naar morgen en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 25 graden in het noorden, 29 graden plaatselijk in het zuiden van het land. We hebben een matige zuidoostenwind, temperaturen dus in aan de hoge kant, met zon erbij. Maar laat op de dag, waarschijnlijk pas in de avond, in het zuiden misschien een onweersbui. Ook donderdag kan er plaatselijk een bui vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden. Er is ruimte voor zon tussendoor en het wordt 20 tot 23 graden. En het heeft er alle schijn van dat de temperatuur de dagen daarna voorzichtig weer wat gaat oplopen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.